als je echt veel grond, aardappels of suikerbieten te vervoeren hebt, dan heb je gewoon echt een hele grote kar nodig. Dat is deze van Brude in de maat 1 op 16 en in deze video meer details hiervan. Een Brude dus in de maat 1 op 16. Kun je wel zien, het is lekker groot, vormgegeven en gemaakt van gewoon bijzonder stevig kunststof, zodat je er gewoon nog jaren mee vooruit kunt wat dat betreft. Nou, het is dus een kipper en heel simpel, dat is een grote bak waar gewoon zoveel mogelijk in kan. Als we kijken naar de details, deze kun je dus zo neerzetten. Klik je hem hier eventjes goed in. En dan kan hierachter deze klep ook weer open. En die blijft dus open staan. Het is een driejasser, want dat moet ook wel. De bak is zo groot. Ja, zie maar, hij komt zelfs buiten het beeld uit. Dat je dus drie wielstellen nodig hebt om het gewicht te kunnen verdelen over de grond. Dat je dus bijvoorbeeld niet in het land wegzakt. Dat kunnen we dan niet hebben. We nemen hem weer dicht doen. Kijken we even naar de achterkant. Daarin zit ook nog hier een klein luikje. Dat is het zogenaamde graanluik. Wanneer je op een gegeven moment graan gaat rijden naar de fabriek, wil je niet in één keer dat alles gewoon woep in één keer de fabriek inrolt, want dan kunnen ze niet voor. Doe je een klein luikje open, zet een stukje los en dan komt het graan door het luikje ook naar buiten toe. Dan op een iets rustiger tempo. Wat valt er nog meer in op? Het is een compleet model. Pas dus aan de tractoren van Brude. Maar je moet natuurlijk wel een enorme tractor van Brude hebben om zo'n grote keeper de baas te kunnen. Dat mag wel duidelijk zijn. Wil je meer lezen van dit model of hem bestellen? Dan kan het via de link die je naast het beeld vindt.